Hoe is het mogelijk dat er zoveel zitmaaiers worden gestolen? Nou, zitmaaiers, dat is natuurlijk een leuke business. Ook tweedehandsies. En ik dacht dat er veel naar het Oostblok ging. Ja, midden op de dag, zeg maar. De schuur was los. Fietsen, alles stond ervoor. En weg was hij. Ja, hoeveel kost nou zo'n ding? Dat is ongeveer rond de 3.500 euro, ongeveer plus minus. Dat lijkt me wel een flinke schadepost. Ja, is gewoon weg. Ja, en dan moet je proberen nog eens wat van ze terug te krijgen. Maar dan geef je aan de verzekering zoiets op. Ja, wat krijg je voor weer? Dan krijg je een duwmaaier, tweedehands duwmaaier, kun je er net voor weer kopen. Ja. En wat kan je dan als consument aan doen? De deur op slot doen, de contactsleutel eruit. En we hebben nu wielklemmen. Nou, je kunt het maaien, kun je in principe deze rijdt dan niet. Kun je hem er zo oprijden. Beugeltje erin. En hier een slotje op.